In de eerste aflevering van de Indigo Disc DLC gingen we op zoek naar nieuwe Pokémon. Ik ving bijvoorbeeld deze. En deze. En deze zat er ook nog niet in. En deze vind ik heel vet. En ik vroeg aan jullie wie jullie in mijn team willen zien. Dit waren jullie reacties. Ik zag Alola Exeggutor, Electabuzz, Alola Vulpix, Golett, Alola Muk en Dodrio. Doe Vulpix. Alolan Muk dan. Froakie please, Rikchu. Je kan een Alolan team doen met een starter uit Alola. Golem, die is echt leuk. Doe een starter in je team. Probeer eerst een volledig starter Pokémon team, weet niet hoe snel dat kan, maar ja, en daarna met allemaal Legendary. Oftewel, Alolan Pokémon eerst, en dan de starters? Alolan Exeggutor, Alolan Muk, Alolan Vulpix, voor nu Electabuzz, Dodrio, en dan gaan we nog even op zoek. Zo hier, een Diglett, dit is een Diglett, hè? Ja. Alolan Diglett! Die heeft toch wel echt de meest vage evolutie ooit. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon voor een Alolan team. Let's go. Oké, maak hem niet in één keer kapot, hè? Oké, heel nice. Oh, deze Pokémon is toch zo vaag, hè? Die Alolan Dugtrio, die ziet er niet uit. Maar het lijkt op een soort van boyband of zo. Maar maakt niet uit. Hoppakee, die hebben we ook alvast. Lekker, man. Zouden we Raichu ergens bij het water kunnen vinden? Alolan Raichu, die wil ik heel graag. Die moet vast wel hier ergens te vinden zijn. Oh, wel allemaal Exeggutors. Je zou toch zeggen dat die hier wel ergens zou moeten surfen op zijn surflankie. Hey, hier is Dugtrio. Hallo. Quickball, let's go. Kom maar, jongen. Kom maar. Nou, jongens. Dat is meer fout, denk ik. Wat zou er gebeuren als ik een Pikachu evolueer naar een Raichu? Zou het hier werken? Ik bedoel, die evolueert natuurlijk met een Thunderstone. Maar wordt het hier dan ook een Alolan Raichu? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat zou wel even dope zijn. En omdat die allemaal Alolan Pokémon zijn, heb ik het idee dat deze hier moet evolueren in een normale Raichu. Oké, dat is jammer. Dit werkt dus niet. Ik ga denk ik wel even deze Smeargle vangen, want die heb ik ook nog niet. Deze zal niet direct in mijn team gaan, maar bijvoorbeeld deze zie je niet zo heel vaak. Dus ik dacht, die gaan we gelijk even pakken, hoor. Oké, ik heb niet het idee dat ik Alolan Raichu kan vinden. Dan is er nog één Alolan Pokémon van wie ik weet die we wel kunnen vinden. Zou dit een plek kunnen zijn waar je een starter Pokémon kan vinden of zo? Dit ziet er wel heel veelbelovend uit op zich. Wow, wat is dit? Een of andere supergrote steen. Fire Pledge. Ziet eruit als een goede move. Die move ken ik nog helemaal niet. Hier is een trap naar boven. Echt ook weer een TM'tje. In die grot kon ik nog niks vinden. Maar ik moet deze Pokémon hebben. Alolan Geodude. Ik denk dat ik, als ik iets verder omhoog ga, dat hij een iets hoger leveltje is. Oh, kijk, hier hebben we bijvoorbeeld al Gravelers. Megadrain. Oeh, ja, ik maak hem bijna in één keer kapot. Maar ja, die is natuurlijk ook super effect. Het was ook een critical hit. Hij kent wel Sturdy, dus hij zal niet one-hit KO'd worden. We pakken hem in een Ultra Ball. Die past wel goed bij hem. Alolan Graveler, let's go. Yeah, 2, 3, hatsaflats. Oké, weet je wat? We maken deze challenge iets moeilijker. We gaan gewoon met 5 Alolan varianten verder. Tot we een Alolan starter of een andere Alolan Pokémon tegenkomen. En weet je, dat is ook gelijk de vraag van de dag. Welke Alolan Pokémon moet er in mijn Alolan team komen? Laat het even weten in de reacties. We gaan in ieder geval gelijk even Alolan Vulpix in Alolan Ninetales evalueren. Ja. Let's go Vulpixie. Ik bedoel, je bent super schattig als Vulpix. Maar hey, we moeten wel gaan battlen. Dus dan heb ik deze Ninetales nodig. Ook zo vet. Ja, een Alolan Graveler die gaan we volgende keer wel evalueren. Anyway, jij wilde een Alolan Pokémon zien, toch? Nou, ik heb er heel veel. Hier, Exeggutor. Wacht, Rikachu. Heb je je opdracht al voor? Ja, man. Ja, zeker. Ik heb bijna een heel Alolan team, joh. Oké, iedereen kom bij elkaar, zegt de professor, meneer. We hebben geen tijd meer vandaag. Dus dat is het voor vandaag. Jullie mogen gaan. Oké, is goed. Doei. Dag, maten. Ik ken jullie allemaal nog niet, maar tot ooit. Tot de volgende keer. Succes met jullie opdrachten. Nou, was een leuke opdracht, hoor. Lacey moest naar de clubkamer. Maar ze geeft nog een tip, want hier in Blueberry hebben we speciale Blueberry quests. Of barbecues, for short. Ze hebben barbecues. Lekker, man. En met die barbecues krijg je blueberry points, oftewel BP. Die kan je weer gebruiken in het café of in de winkel van de school. Dus je moet hier allemaal quests gaan doen op de Blueberry Academy. Oké, is goed. En nu? Nu laat je me gewoon hier helemaal achter in mijn uppie. Oh, mijn telefoon gaat. Carmine die belt mij op. Hey, ben jij ook hier, Carmine? Carmine zegt ook, ja, we moeten elkaar echt even zien. Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Er is een speciale plek in het biome. Dat noemen ze het Centrale Plaza. Dat is precies in het midden. Oh, oké, is goed. Daar gaan we naartoe. Let's go, we gaan Carmine weer ontmoeten. Dat vind ik leuk. Dus precies in het midden van deze wereld van de Blueberry Academy. Let's go, Carmine, ik kom eraan. Dit is alweer veel te lang geleden, joh. Is het daarboven bij die watervallen? Oeh, ik kan Araquanid wel even in mijn team doen. Dat is ook een Alolan Pokémon. Araquanid, let's go. Technisch gezien mag jij in mijn team. Oh, maar je bent maar level 58. Nou, weet je wat?
Voor deze ene keer dan. Maar ik denk wel dat je snel vervangen gaat worden, hoor. Sorry, Araquan. Die quickballs zijn trouwens echt overpowered. Die vangen echt elke Pokémon hier. Oh, ik heb een quest complete. Ik heb 20 BP gekregen. Ik wist niet eens dat dit een quest was. Waar kan ik die quest zien? Oh, hier kan ik die quest zien. Pijltje naar rechts. Je moet ook 10 Pokémon verslaan met auto battle. Nou, dat ken wel. Dat ken Ninetales gewoon. Toch Ninetales. Ninetales doet me echt denken aan Pokémon Unite. Ik speelde daar altijd met Ninetales. Oké, let's go, Muk. Pak hem. Hoppakee. Pick up 10 items on the ground. Oh, oké, dat kan ook. Ga jij eens even weg, want jij zit me in de weg. Jij wil vechten met mij? Dat gaan we op deze manier doen. Oké, die quests zijn wel prima te halen, hoor. Anyway, we gingen naar Carmine. Ben weer afgeleid. Wat is dit voor huisje? Nou, niet echt iets bijzonders zo te zien. Ik vind dat hier alone een Raichu moet zijn. Maar die is hier niet. Dat is wel een Bruxish. Dat is zo'n lelijke vis. Oeh, Camerupt, zul je er bovenop die berg? Nummels, Torkoals. Oké, maar we moeten hier naartoe. Ja, dit is het centrum. Zo. Carmine, where are you? Daar is Carmine. Nou, dat is zo lang geleden. Lang geleden, zegt Carmine. Je hebt me vast gemist. Ja, ik heb jou heel erg gemist, Carmine. Wie staat daar achter je? Wie is dit? Oh, deze persoon zegt dat het tijd is om te gaan. Oké, doei. Tot de volgende keer. Wie je ook bent. Dat is een klasgenootje van Carmine. Nu we het hebben over klasgenootjes. Ik vind het een beetje gek om jou hier te zien op mijn school. En je bent niet eens veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben. Ik heb mevrouw Briar geholpen met haar onderzoek. We hebben allerlei verschillende regio's bezocht. En mijn Pokémon zijn zoveel sterker geworden. Nee. Nee, ik wil niet. Ik wil helemaal niet battelen. Ik ga dit verliezen. Oh nee, ik ben toch niet voorbereid. Ja, ik had het kunnen weten. Als ik Carmine tegenkom, dan had ik mijn team even moeten voorbereiden op een battle. Oh, ik mag niet eens healen. Je geeft me niet eens de kans om mijn team te healen. Mightyena en Toucanon tegen Muk en Ninetales. Oké, kan je een beetje rustig aandoen gewoon nu, Carmine? Ik bedoel, het is niet helemaal eerlijk hoe dit is gegaan, hè? Oh, gelukkig, mijn team is wel geheeld. Oh, maar die Pokémon van haar zijn echt level 70, hè? Dat gaat toch helemaal niet, jongens? Die zijn toch veel te sterk? Oh, Superfang, daar gaat de helft van de HP van Muk. Toucanon gaat voor Flame Charge op Ninetales. Oh, ik overleef het gelukkig wel. Ninetales is wel de snelste van dit stelletje. Dat is top. Oh, wow, wat gebeurt er? Oké, ik kan Freeze Dry doen. Op Toucanon. En die hebben we dan in ieder geval verslagen. Dan staat het in ieder geval 1-0. Heftig. Oké, Ninetales is bijna kapot. Gunshot op Mightyena. En die is ook bijna kapot. Dan nu een Scrafty. Dazzling Gleam zou super effectief zijn op Scrafty. Maar ik weet niet of Ninetales nog mag. Nee, Ninetales was wel super snel. Dat is wel heel nice. Mightyena is down. Scrafty is ook bijna down. Wat gaat Scrafty dan doen? Die gaat Brick Break doen op Ninetales. Ja, dat is die 1 HP van Ninetales is dan weg. Nou, misschien kan Muk het afmaken. Met een Gunshot. Ja, die was eigenlijk bedoeld voor Mightyena. Ja, dat dacht ik al. Oké, let's go Ductrio. Let's go. Oeh, Carmine gooit Sinistra. Dat is een probleem. Oké, we gaan Scrafty proberen aan te pakken. Oh nee. Ze gaat terrestrializen. En dat wordt een Grass-type Pokémon. Oeh, dat had ik Ninetales nog moeten hebben. We krijgen Scrafty niet kapot. Het is een probleem. Een Scrafty, ja, het is niet zo handig dat ik Ductrio in had gezet. Nee, dat is gewoon zo. Dat is een feit. Ik denk dat hij nog steeds niet kapot is nu. Met deze Gunkshot. Ik denk dat hij het nog gaat overleven. Nou, die had ik op Sinistra gedaan trouwens. Ja, laat ik Executor er maar even bij halen dan. We gaan gewoon wat proberen. Let's go, Alolan team! Ik had eigenlijk ook even naar al mijn movesets moeten kijken van al mijn Pokémon. Want dat heb ik ook nog helemaal niet gedaan. Dat is een beetje suf. Had ik al veel eerder moeten doen. Ik heb niet eens gekeken of we goede moves hebben, joh. Executor, ik doe helemaal de verkeerde move op Scrafty. Oh, wat suf. Daar gaat Executor. Oh my god. Ik ben het aan het verpesten. Ik ben het hard aan het verpesten. Ik zit helemaal niet op te letten. Oké, I recommend dit dan maar. Ik kan nu gewoon niks meer doen, denk ik. Met Muk. Die heeft gewoon geen moves meer over. Want ik kan niet beltje, want ik heb geen berries. Dus ik kan alleen maar zelf maar verdedigen. Oké, laten we dan Sinistra in ieder geval proberen te verslaan. Oh, wat ga je doen, Carmine? Wat is je plan? Ga je nou gek doen? Met je Matcha Gotcha? Oh nee. Dan ga je. Is dat jezelf healen? Ja, dat is jezelf healen. Oh, gelukkig hield hij niet zo heel veel. Muk is wel geburnt. Oh nee, die hield zichzelf wel veel. Dit is zo niet handig. Ik heb Ninetales nodig. Max Revive voor Ninetales. Daar gaat Muk. Die kon toch al niet meer aanvallen, dus dat scheelt. Oké, kunnen we Sinistra slaan? Lopen nog steeds niet. Ah! En daar gaat ook een Raquinid. Ik moet nog even wennen aan mijn teampie, hoor. Ik hoop gewoon nu dat mijn Blizzard gaat raken. Dat is soort van mijn enige hoop, denk ik. Of ik moet minder risico nemen. We gaan dat gewoon doen. Terrestrializer Ninetales. Let's go. Please.
Raak iets met Blizzard. Oké, we raken Scrafty zo te zien niet, maar Sinistia wel. En Sinistia is gelukkig dan klaar. Oké, ik moet het ook wel een beetje spannend houden, hè, natuurlijk. Dat is ook belangrijk. En Graveler, ga jij door Scrafty's lopen? Nee. Die Scrafty overleeft alles. Ik kan ook niet discharge, want dan raak ik Ninetales. Oké, maar nu is het klaar. Freeze Dry gaat sowieso hitten. En dan hebben we alsnog gewonnen van Carmine. Zonder al te goede voorbereiding. Ik moet mijn Pokémon even de beste moves gaan leren, denk ik. Dat is belangrijk. We hebben gewonnen. En daar gaat het om. Dat ging niet zoals gepland, zegt Carmine. Ja, dat ging prima. Was inderdaad niet echt gepland, maar... Carmine zegt, ik ben zoveel sterker geworden. Ik kan nu mijn Pokémon terrestrializen, maar jij bent ook sterker geworden, of niet? Je houdt je nog steeds niet in, hè? Ja, het was nipt. Heb je Kiki al gezien, zegt Carmine? Nee. Die ben ik nog niet tegengekomen, eigenlijk. Je kleine broertje. Iemand zegt, wat, maak je een grap? Was deze uitdaging, deze opdracht te moeilijk voor je? Is Kiki daar? Oh, huh? Wow, wie is dit? Is dat Kieran? Kieran is echt super gegroeid dan. Wow, yo. Carmen zegt, shh. Is dit Kieran? Wow, yo. En die zegt tegen dit meisje, ik heb je toch gezegd dat je 5 Pokémon moest trainen om mee te battelen. Sorry, de dingen waren een beetje hectisch de laatste maand. Oh, wacht even. Dit is Kieran. Ik ben zo confused. Ik dacht dat Kieran aan de andere kant stond. Dit is Kieran. En die zegt, oké, dus je vindt het gewoon prima om voor altijd zwak te zijn. Is dat wat je zegt? En deze jongen zegt, nee, ik... Hij krijgt geen eens de tijd om zijn zin af te maken. En Kieran zegt, nou, nu je zo druk bent, dan zal ik je wel voorgaan en je even een gunst doen. Ik zal je uitschrijven van de club. Ik wil geen mensen in mijn club die het niet serieus nemen. Wow, yo, Kieran is echt een kleine... Je weet wat ik wil zeggen. Maar ik ga het niet zeggen. Een kleine bi geworden. Geef me nog een kans, zegt hij. Ja, jongen, wat is dit nou, joh? Waarom doet Kieran zo? Carmen zegt ook, dit had je niet verwacht, hè? Kiki ziet er anders uit en hij doet ook anders. Sinds we terug zijn van ons schooltripje is hij niet meer hetzelfde. Oh, en wie is dit? Dit is iemand die zegt dat het pijnlijk was om naar te kijken. Ik wil deze jas hebben. Ik wil deze Mabo Stiff jas. Dit is een gruwelijke jas. Waar kan ik deze jas kopen? Gruwelijke jaspersoon zegt, als dat Carmine niet is. En dit is de Carmine's nieuwe mysterieuze vriend. Ik denk dat ik al van jou gehoord heb. Ben jij dat nieuwe kind met die gruwelijke backstory? Carmine, wil jij mij even voorstellen aan deze meneer? Nou, dit is blijkbaar Drayton. En Drayton is echt een sukkel, zegt Carmine. Hij is de sterkste trainer in de Blueberry Academy. Nou ja, dat was die vroeger. Mooie intro, zegt Drayton. Dankjewel. En Carmen zegt, dit is Rikachu. Hij is van het uitwisselingsprogramma. Hij is mijn vriend en... Wow. Drayton die zegt, en wat dan met Kieran? Ben je ook bevriend met Kieran? Ja, zeker. Ja, Kieran is ook mijn maat. Drayton zegt, oh, dat is mooi. Oké, Rikachu. Zal ik je even onze clubruimte laten zien? Onze clubkamer. Omdat ik nog geen club heb gejoined. Oké. Drayton zegt, kom mij joinen. We willen graag een nieuw lid aan ons team toevoegen. Ja, maar wie zegt dat ik dat wil? Kom met me mee, zegt Drayton. Nou, ik ga liever in Carmine's club, denk ik. Alhoewel, ik vind je jas wel gruwelijk. Carmine zegt, hey, wacht even. Ik zei toch dat hij stom was? Hij gaat er gewoon vanuit dat jij zijn club wilt joinen en zo. Maar ik ga met je mee. Oké, is goed. Als ik een nieuwe Alolan starter Pokémon mag kiezen, vind ik het goed, hè? Ik ben snel over te halen. Drayton zegt, hier zijn we dan. En Carmine zegt, ja, is dit echt wel een goed idee? Vanwege Kieran. Nou ja, oké, als jij het zegt, zegt Carmine. Anyway, dit is de basis van de League Club. En we zijn blij dat je er bent. Nou, maar wat is de League Club dan? We hebben ons eigen Pokémon Battle Ranking System. En dat is de BB League. In de BB League, daar battelen we elkaar om te kijken of we hoger kunnen komen in de ranking. En de top 4 Pokémon trainers in de BB League, dat zijn hier de Elite 4. Oh, dat is wel lijp. Dus ze moeten gewoon zo sterk mogelijk worden en steeds hoger in die rankings komen. Nou, dat vind ik inderdaad wel cool, Drayton. We moeten eerst een trial daarvoor gaan doen. We moeten even naar die computer lopen. Ik moet blijkbaar 150 punten naar deze guy gaan sturen. Is goed, man. Hier, krijg je gelijk een belletje van Mitch. Die zegt, dankjewel, man, dankjewel. En nu kunnen we de manier veranderen waarop we een pokebal gooien. Lijp. Nou, we krijgen ook nog de Catching Charm. Top. Dus ook zeer welkom. Een League Club uniformpie. Oké, top. Ja, super. Het is wel een mooie ruimte hier. Met al die tekeningen op de achtergrond en zo. En nogmaals, ik wil gewoon jouw jas hebben, vriend. We zijn uitgenodigd om in het café een hapje te gaan eten. En een Carmine die zegt, wat denkt hij wel niet? Carmine is een beetje jaloers, volgens mij. Carmine is hier niet graag. Die wil liever op een andere plek zijn. Ja, ik vind het wel leuk uitzien allemaal hier. En in de volgende video gaan we denk ik even naar het café. En dan gaan we onze eigen kamer gaan we even checken en zo. Ik ben benieuwd wat de Blueberry Academy voor mij in petto heeft. Laat weten wat mijn Alolan team moet zijn. En dan zie ik je gewoon nadat je duimpje omhoog hebt gedaan. En geabonneerd bent bij de volgende video. Mazzel!